De wegversperring bij kilometer 58 op de weg naar Patamaca bij de afslag naar Nieuwmond is gisteravond verwijderd door de politie, bijgestaan door militairen. Hoewel de aanwezige dorpelingen nog verhit zijn, is het niet gekomen tot schermutselingen met de wetsdienaren. Districtscommissaris Osea Bini van het bestuursresort Paramaca Sipaliwini, die ter plaatse was, zegt dat het geheel een rustig verloop had. Met de Paramaca gemeenschap is afgesproken dat er maandag op Lange Tabiki een kroete zal worden gehouden, waarbij de plooien zullen worden gladgestreken tussen Nieuwmond en het traditioneel gezag. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de problemen en hoe die op een duurzame manier opgelost kunnen worden. De gemeenschap vindt dat het Community Development Fund, dat speciaal voor hen door Nieuwmond is opgezet, heel slecht functioneert. Dat hebben ze ook aangegeven. Ze hebben aangegeven dat ze al sinds Nieuwmond daar is, hebben ze geen zichtbare of grote zichtbare projecten gezien die, waarvan ze kunnen zeggen, ay, er is een stukje ontwikkeling gekomen in het gebied. En vandaar dat ze ook een beetje ontevreden waren en ze hebben gezegd dat ze dan in actie gaan komen om het bedrijf eigenlijk wakker te schudden. En ook natuurlijk aan te geven dat ze ontevreden zijn. Dus dat hadden ze ook aangegeven, ja. En wat gaat er gebeuren op die kroeto precies? Dus eigenlijk op die kroeto gaan ze praten over de knelpunten. De knelpunten waarmee eigenlijk de mensen zitten met betrekking tot Nieuwmond. Dus daarover gaan ze praten en dan gaan ze kijken van oké, dit is het probleem. En wat is de volgende acties die we kunnen uitstippelen om dit in het vervolg te voorkomen? De Paramaca gemeenschap ziet graag dat de multinational projecten uitvoert die hen ten goede komt. Volgens DC Yabini gaat het onder andere om watervoorziening en het opzetten van doorgangshuizen. Duurzame energie, zoals zonnepanelen voor de verschillende dorpen, zodat ze eenmaal 24 uur elektriciteit kunnen hebben. Verder hadden ze ook aangegeven, toen ik daar was, dat van die de jaarlijkse wateroverlast dat ze hebben, dat eigenlijk dat niemand ook kan inkomen om te kijken om aan de overkant van de verschillende dorpen op het vasteland ook kleine projecten uit te voeren waarbij er misschien doorgangshuizen gebouwd kan worden waar ze hun het water, wanneer er wateroverlast is, dat ze daar kunnen die periode kunnen overbrengen en wanneer het water weer gedaald is dat ze terug kunnen gaan naar hun dorpen. Dus zulke zichtbare projecten hebben ze aangegeven dat ze willen zien. Wanneer het traditioneel gezag en de Nieuwmond-directie een akkoord bereiken, wil DC Yabini de zaak blijven monitoren, zodat zaken zoals het plaatsen van wegversperringen zich niet meer zullen voordoen. Zo'n 5000 mensen wonen in het gebied dat begrensd wordt door Para, Brokopondo en Marowijne.